Speciaal shirt en mooi moment daarvoor Tristan Dekker. Hij speelt zijn 100ste wedstrijd voor VVV in de keukenkampioendivisie. Scoorde vorige week nog tegen zijn oude club ADO Den Haag. VVV krijgt hier de vrije trap. Duidelijke zaak na de overtreding op Daan Huisman van Freek Heerkens. Dus moet Kostas Lamproe opletten in het doel. Maar deze bal van Kochtin gaat vrij hoog over. Het zijn twee ploegen die allebei dit seizoen uit meer punten hebben gehaald dan in thuisduels. En met name bij VVV is dat opmerkelijk. Thuis 8 puntjes gehaald uit 13. Het heeft moeite om in de eigen koel het spel te maken. Hier wel wat ruimte aan de linkerkant bij Carl Johansson. Gaat daar de combinatie aan met Jansen. Krijgt uiteindelijk de bal terug, Carl Johansson. En zijn schot is verraderlijk. De bal is lang genoeg onderweg voor Kostas Lamproe om hem te kunnen pakken. VVV iets beter in een hele matige eerste helft. Met hier Tristan Dekker. Twijfelt, wacht, schiet dan de bal naar Kees de Boer. Het is ook een heel matig schot van de middenvelder van VVV. 0-0 bij rust. Het is trouwens alweer 31 jaar geleden dat Willem II voor het laatst in Venlo won. Doelpunten toen van Ernest Stewart en Leon Meijs. Je gaat bijna terugverlangen naar zo'n ploeg, dat elftal van toen met onder andere ook Jean-Paul van Gastel, Mark Overmars en de huidige algemeen directeur Martin van Geel. Willem II dat hier weer een bal wat merkwaardig wegwerkt via Heerkens. Dus VVV opnieuw in balbezit met Sven Braken. Die bereikt ook de gewenste bestemming niet. Ja, dan gaat het snel naar de andere kant met Juri Schrooijen. Voor het eerst in de basis dit seizoen bij Willem II. Die kennen ze nog wel in Venlo. Schrooijen probeert Petal ook eens van afstand. Maar het is eigenlijk niet best. En het wordt er ook niet beter op in deze wedstrijd. Opening gezocht aan de linkerflank. Bij Carl Johansson. Die probeert er nog iets van te maken. De Zweed met deze indraaiende bal. September dus, de laatste thuisoverwinning van VVV. De laatste 4 thuiswedstrijden niet gewonnen. Hier wel weer een aanval met Braken. Johansson, meeste gevaar komt toch van de linkerflank bij de ploeg van Kruis. En dan de kopbal van Daan Huisman. Goeie bal tussen de palen, maar de redding is natuurlijk ook goed dan van Lamproe. De Boer in één keer. VVV won vorige week in de laatste seconde uit bij ADO Den Haag. Terwijl hier Venema wel aanneemt. En dan probeer handel goed op te treden. Willem II verloor vorige week in de laatste minuut thuis van koploper Heracles. En als het dan zo lang 0-0 blijft, dan ga je hopen op weer zo'n ontknoping in de laatste minuten van de wedstrijd. Bokila hier misschien met de kans. De invaller Bokila, maar wat een slijding zeg daar op de bal van Simon Jansen. Waardoor Jeremy Bokila uiteindelijk niet kan uithalen. Zoeken naar de bal, wegroeien. Ja, het hoort helemaal bij deze wedstrijd. Omdat dus ook Bokila voorlopig niet voor de ommekeer kan zorgen. Willem II wordt wel iets sterker in de slotfase. Met hier het volgende schot van Lucas Woudenberg. Dan zitten we nu echt in de ultieme slotfase van deze wedstrijd. Jesse Bos, de slijding daar en Bos daar raakt zijn tegenstander en Pieperink, de scheidsrechter, staat er bovenop en geeft dan geel aan Jesse Bos. Ketting het slachtoffer en dan krijgen we zowaar nog een opstootje hier in de slotfase. En nog genoeg spelers energie over lijken te hebben. Veel smurf op de tribunes, maar de doelpuntensmurf stond daar niet bij vanavond in Venlo. Of toch, één kans nog, het schot. Appel voor Hens, maar dat is duidelijk niet het geval. En dus gaat ook deze bal niet in het doel. En blijft het 0-0. Hier het eindsignaal. Na een wedstrijd die we het beste maar zo snel mogelijk kunnen vergeten. Want VVV en Willem II bakken er weinig van. 0-0 is dan ook het logische resultaat.